Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en de Gramangs Albert Aboyconi en Leslie Valentijn en hoofdkapitein John Lesina zijn voldaan teruggekeerd van een missie naar Kumasi, Ghana. Dat laat het ministerie van RO via het Nationaal Informatieinstituut optekenen. Dikan stond aan het hoofd van een 25-man tellende delegatie die op 10 juli uit Suriname vertrok en op 21 juli terugkeerde. Het tegenbezoek had als doel de samenwerking met Ashanti-koning Otumfuo Osei-Tutu, de tweede, en Kumasi te verstevigen. Vooral op het gebied van onderwijs willen beide partijen samenwerken. Daarnaast zal er op de gebieden van geschiedenis en cultuur aan informatieuitwisseling worden gedaan.